Ja, dankjewel. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Renato Kuijver. Een van de voorgangers als hoofdredacteur. En op een gegeven moment heb ik ook de eer gekregen om juryvoorzitter te worden voor Artikel van het Jaar. En inderdaad, Lex heeft mij, zoals het heet, een heleboel werk bezorgd. Doordat ze bewust 10 artikelen hebben gekozen met heel veel delen 2 erbij om allemaal door te lezen. Ik heb een aantal prijzen bij me. Maar voordat ik die prijzen ga uitreiken, wil ik ook een beroep op jullie doen. En dan zet ik mijn pet van oud hoofdredacteur op. Op de eerste plaats sprak ik vanavond 2 mensen kort. Die toch wel een bijzondere plaats in gaan nemen, hoop ik, in het vakgebied. Nummer 1 is Albert. Waar is Albert gebleven? Die is gaan duiken natuurlijk. Nog 6 weken en je bent pensioengerechtigd. Dat betekent je kunt het vakgebied achter je laten. Maar eigenlijk zou ik je nog 1 keer willen uitdagen om je memoires te schrijven van geef nou de jeugd wat mee wat ze zeker niet moeten doen. Oftewel, welke fout heb je gemaakt en durf je toe te geven? Maak een artikel van Albert. De tweede die ik wil roepen, die kennen jullie allemaal niet. Ik zal hem maar Jacques noemen. En ik zal hem maar CISO van een gemeente noemen. Bijvoorbeeld Deventer, een rare plaats ergens in de Achterhoek bijna. Ik ken hem als student. Hele eigenwijze student. En hij vertelde me vandaag een hele mooie. Ik heb het gewaagd om mijn functie anders een rol te geven. We hebben het altijd over functies in de informatiebeveiliging. We zijn ooit, Fred en een heleboel anderen en Leo, 2005 begonnen met een mooi boekje. En we zeiden, ja, waar moet die CISO nou hangen? Ja, op boordniveau enzovoort. Deze CISO durft het aan om die functie eigenlijk naast volgens mijn privacy officer in een juridische kolom op te hangen. Chapeau. Ik hoop dus volgend jaar daar de ervaringen van te kunnen lezen in een artikel. Jacques, de uitdaging ligt. Pak je niet op, dan grijp ik je bij je thesis. Ja? Oké. Okay. Goed. De jury van het jaar. Ja, die bestond dit jaar uit 3 leden. Ondergetekende, ik doe het nu een paar jaar als voorzitter. Ellen Wesseling van de Haagse Hogeschool. En Jurgen van der Vlucht. We hebben in ieder geval gisteren, wat wij dan jaarlijks mogen doen, het etentje genoten. Dat hebben we ook echt gedaan. En we hebben eens even teruggekeken van hoe hebben we dat proces nou doorlopen. Eigenlijk wat we doen is, we krijgen alle artikelen. Meestal op aangegeven van de redactie, dus dan hoop je, dan stopt het bij 10 voorstellen. Dit jaar waren er 10 voorstellen met 2 keer een tweede deel, dus we moesten 12 voorstellen lezen. En dan ga je kijken. Waar natuurlijk met, officieel met mooie criteria, zoals hoe is het opzet van het artikel, is het te lezen, is het leesbaar, voor welke doelgroep is het? En vooral, heeft de doelgroep er iets aan? Zet het de doelgroep aan het denken? En wat ik altijd belangrijk vind, als ik het gelezen heb, ga ik er wat mee doen? Oftewel, zit er voldoende boodschap in voor verandering. Maar het waren toch maar hele leuke artikelen. We hebben de top 3 geselecteerd en daarnaast hebben we eigenlijk ook wel een, wat we dan noemen, eigenlijk een eervolle vermelding voor Jury Bobbert. Want die heeft eigenlijk een artikel geschreven, zoals ik het liefst een artikel zou willen zien, met een onderwijspet op en een praktische pet op. Alleen hij is helaas niet aanwezig, maar ik krijg wel een eervolle vermelding. Ja, de top 3. Waar zullen we beginnen? Ik begin bij een artikel dat heet Veiliger met voorkennis. Nu ziet iemand al heel zenuwachtig kijken en lachen. Een heel goed verhaal. Vanuit verschillende invalshoeken geschreven. Waarbij we gezegd hebben, nou, dit is een mooi verhaal. Een heleboel ideeën zitten er bij elkaar. Dus dat hebben we gezegd, van, dat vinden we echt een heel mooi artikel. Waarbij we ook wel voor onszelf hadden, god, we hadden wat meer praktijkervaring nog in deel 2 willen zien. Dus misschien loopt dat ooit een keer naar een deel 3. Maar mag ik in ieder geval Henk-Jan van der Molen even naar voren laten komen. Henk-Jan, ik zou jou alvast willen feliciteren met de 3e plaats. Dankjewel. En ik mag je een envelop overreiken. Dankjewel. En ik heb begrepen dat ik heel langzaam de hand moet geven wat de fotostijl slecht doet. Dankjewel. Ja, de 2e plaats. Vond ik zelf een heel leuk artikel van Martijn de Hamer en Don Stickford. En ik weet niet of jullie het kennen, maar die hebben ooit een C-Cert Maturity Model Kit gemaakt. Oftewel, hoe richt je op een slimme manier een C-Cert organisatie in? Toevallig hebben we dat ook toegepast bij een organisatie waar ik vroeger zat als security architect. Maar ik mag die naam niet noemen van Ali, want het begint eigenlijk te stijgen van we houden NS buiten beeld. Maar daar hebben we dat model toegepast om het daadwerkelijk in te richten. Ik heb helaas begrepen dat ze niet aanwezig zijn. Dus ik denk dat ze een incident hebben hier. Klopt dat?
Dus ik ga in ieder geval iemand vragen, ik denk via Lex, om dat, de tweede prijs uit te reiken. Ja, die nemen we onverrichte zaken weer mee terug, maar we zorgen dat die bij de partij komt. Oké, heel goed. Ja, en dan komen de eerste prijzen aan. Wat is kenmerkend voor ons vakgebied? Hoeveel mannen en vrouwen zitten er in de zaal? Heel veel. Wat is het percentage vrouwen in de zaal? 1, 2, 3, 4, 10%? Nou, 8%. Ik hoor 8,1%. Goed gerekend. We hebben in ieder geval een heel mooi artikel gekregen. En dat artikel heette eigenlijk Advanced Business Impact Analysis. Oftewel, een hele goede manier om business impact analyses te doen. We vonden het een heel mooi geschreven artikel. Waarbij we eigenlijk hopen dat ook de praktische toepassing straks ook weer uiteraard in het deel 3 komt. Ik maak veel reclame voor je, Lex. In ieder geval, ik wou twee dames uitnodigen. Milena Janek en Aline Verwij. Helaas zijn er die niet. Dus moet ik een heer uitnodigen die ik helaas niet mag zoenen. Erik, waar ben je? Erik, ik begreep, jij vertegenwoordigt nu heel TNO. Ja. Dus dit is TNO, meneer TNO. Ik wou je hartelijk feliciteren met de eerste plaats die jullie behaald hebben. Ja, bedankt. En je hebt het voordeel, je mag de dames morgen denk ik zoenen. Als je ja, dat, dat wel. Oké. Okay. Oost, we moeten nog wel wat doen aan die dames. Ja? Ik zat vorige week op uitnodiging van Buitenlandse Zaken in Dakar. En tot mijn verbazing was dat, nou dat was wel straf op en neer in één dag. Maar daar was 45% van de dames die zich bezighouden met cybersecurity, cybersecurity beleid, dame. Dus ik denk dat we daar nog wat voor kunnen leren vanuit Afrika. Oké, jongens, allemaal hartelijk dank. En nog de laatste boodschap richting Lex. Zorg ervoor dat we volgend jaar een wat dunnere lijst krijgen, maar wel met goede artikelen. Dankjewel allemaal. Ja.